President Chandrika Prasad Santokhi is per 1 juli 2022 voor 6 maanden voorzitter van de CARICOM Staatshoofdenconferentie en zal zich in die hoedanigheid inzetten voor het versterken van de relaties tussen de verschillende landen binnen de regio. De samenwerking binnen de CARICOM moet verder geïntensiveerd worden. Dat is wat vertegenwoordigers van landen binnen de regio met elkaar eens zijn geworden tijdens de International Energy Conference en Expo 2022 in Georgetown. Sinds vorig jaar, nadat het duidelijk was dat Suriname voor het voorzitterschap zou gaan op 1 juli 2022, heb ik als president direct maatregelen getroffen door een heel breed gedragen team van experts samen te stellen onder coördinatie van mijn Bibes. En alle ministers hebben bijdrage geleverd, dus nu is er een heel groot team om de incoming chair, incoming voorzitter te begeleiden, te adviseren, voor te bereiden met inhoud, met rules and procedures, met agendapunten, issues die er zijn binnen CARICOM. En die zijn er een heleboel issues. Natuurlijk is dat een activiteit wat je op nationaal niveau doet. Maar vergeet niet, daar in Guyana heb je CARICOM, met een heel groot CARICOM-secretariaat, dat je ook moet bijstaan. Binnenkort gaat er een overleg plaatsvinden tussen CARICOM-secretariaat en mijn persoon, om dan alle informatie van hun te krijgen en hun rol goed af te spreken met de incoming chair, wat zij moeten doen en wat de chair van hun verwacht en omgekeerd, zodat we goede leiding kunnen geven aan CARICOM. Ja, wat wil je halen? Natuurlijk moet je rekenen, het is 6 maanden en het bureau blijft een jaar, dus totaal 18 maanden. CARICOM leiderschap. En ik heb al opdracht gegeven aan het team van Suriname. Je zal een paar dingen zeker moeten realiseren als je voorzitter CARICOM bent. En dat na de Sansa ay belemmer UNU om onze producten naar CARICOM markt te brengen. Dat die dingen weg moeten. En daarmee zijn ook de president van Guyana, de premier van Barbados ook eens. Dus die belemmeringen zullen als hoogste prioriteit krijgen. Maar verdere integratie van de Caribische regio. We hadden vroeger de Inter-Guyana Games. Laat die Inter-Guyana Games komen en laat het CARICOM Games worden. Nu met de post-COVID situatie. Dat we weer gaan sporten. De jongeren weer die gelegenheid gaan krijgen. Universiteit samenwerken. We hebben een universiteit hier in Suriname. Maar we werken niet samen met die andere universiteiten. Laat er een gestructureerde samenwerking komen tussen de universiteiten. Vergeet niet dat je als CARICOM voorzitter, dat je ook een stukje verantwoordelijkheid hebt als land. En de landen binnen CARICOM, die hebben allemaal een portfolio gekregen, meer bekend als quasi-kabinet, quasi-cabinet. En Suriname heeft in haar portfolio sport, cultuur, gender en jongeren. Dus wij moeten nu op deze gebieden met goed beleid komen. En dat is de opdracht aan het team van Suriname. Gaan jullie het beleid ontwikkelen voor wat betreft jongeren, sport, cultuur. Dan in het parlement had het lid Canapé gevraagd, creative industry. Nou, staat niet op de lijst. Zo zie je wat men daar in het parlement zegt, nemen we over. Zo bereiden we ons voor. En nogmaals, we willen daar voorzitter worden om goede leiding te geven aan de organisatie, aan issues, aan ook thema's die enerzijds belangrijk zijn voor CARICOM als regio, maar anderzijds ook belangrijk zijn voor Suriname. Maar tegelijkertijd moet je een stukje verantwoordelijkheid accepteren met jouw voorzitterschap dat je met andere regio's gaat praten. Zo hebben we nu al een uitnodiging gehad van Indonesië, lid van G20, dat Suriname, de chair, is uitgenodigd om in die G20 vergadering aanwezig te zijn. En zo ga je nog meer meetings hebben met Brussels, Europese Unie, met andere grote landen. Nogmaals, de agenda wordt superdruk. Daar heb ik net aangegeven. We moeten kijken naar het aspect van hebben van goede vliegverbindingen of hebben van een vliegtuig gezamenlijk als leiders om optimaal gebruik daarvan te kunnen maken om je werk als chair goed te kunnen doen.